Een van de belangrijkste elementen in jouw sessie als hypnotherapeut met iemand die depressief is, is dat je volledig overtuigd moet blijven dat het mogelijk is voor de cliënt om exact het leven te krijgen dat hij of zij wenst. En dat jij vertegenwoordigt dat geloof voor je cliënt. Jij bent het medium of de brug tussen de donkerte waar de cliënt is en het licht waar hij of zij naartoe wilt. Jij bent dus daardoor altijd in vol geloof dat het mogelijk is dat je cliënt deze depressie volledig oplost. Nou, hoe je dat kunt bekijken is dat je sowieso al weet, hey, als we de kwetsing en de onvervulde behoefte oplossen, dan kan er geen depressie meer bestaan. Het is dan een kwestie van een aantal weken dat de cliënt nodig heeft om weer in een nieuw balans, in een nieuwe balans te komen. Dus hoe je het kunt bekijken is, jij ziet je cliënt al het leven hebben dat hij of zij wilt. Van daaruit handel je als hypnotherapeut. Dat geldt natuurlijk bij elke cliënt. Nu we het hebben over hoe je een cliënt afhelpt van een depressie, is het belangrijk dat je onthoudt, jij gaat het leven krijgen dat je wilt en jij gaat de depressie oplossen. Ben je op de planeet om een depressie te hebben? Dus vanuit die mindset stel ik de vraag, zie je. En ik doe dat vaak gelijk al in het begin, op het moment dat ik voel dat ik de vraag kan stellen. En daar ben je natuurlijk zelf vrij in. Ben je op de aarde gekomen om depressief te zijn? Het antwoord is altijd nee. Het is een confronterende vraag, maar daar begint het geloof dat de cliënt in de depressie heeft af te brokkelen. En het geloof dat de cliënt heeft in dat het niet kan veranderen, schijn je eigenlijk nieuw licht daarop. Dus dat is een eerste belangrijke stap in deze video, is dat je de mindset hebt. De depressie gaat verdwijnen, absoluut. Ik ga hem oplossen voor je, samen met de cliënt natuurlijk. Jij gaat hem oplossen. Doordat je dus de onvervulde behoeften en de kwetsing gaat veranderen door middel van de regressietechniek. Oké.